dan zeg je al de maar en dan kan je hem niet meer afremmen, weet je wel. Je kan niet terugspoelen wat je zegt. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij alweer een nieuwe aflevering van No Limits 2. In deze aflevering gaan we natuurlijk weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Leuk dat jullie kijken. Hartstikke leuk. Super gaaf. We gaan beginnen. Maar jullie weten waarschijnlijk al waar de aflevering over gaat. Of je hebt de vorige aflevering niet gezien. Schaam je diep. Kijk hem terug. Nu, gewoon. Ik ga niet verder voordat jullie moeten terugkijken. kort en krachtig. Marco had een achtbaan of een mailtje gestuurd. En daarin een heel groot park met 9 achtbanen. En hij zei al van, Vincent, dat gaat hem niet worden in de aflevering. Dat gaat hem niet worden. Het is gewoon een te groot park. En dat klopt. Het is een te groot park. Dus we moeten het verdelen in nog een aflevering. Dus bij deze aflevering gaan we tijd besteden in Marco's Park. Het heet ook gewoon Marco's Park. En heeft dus allerlei flatrijden. Loopt het nou dood? Serieus? Het loopt dood hier. Maar wat is dit? Wow, een zweefmolen. Gaaf. Maar we gaan eigenlijk voor de achtbaan en niet voor de zweefmolens en alle andere flatrides. Maar het is gewoon een compleet pretpark. En daarin heeft hij dus 9 achtbanen gemaakt. En het ziet er gewoon fantastisch uit. Heel veel werk zit erin. Ik zie daar al een topspin. En we komen langs het reuzenrad. Maar waarom? Oh, we moeten via hier, denk ik. Ik zal even vliegen, anders duurt het te lang. Maar wat een werk heeft hij hier aan besteed. Moet je kijken. Een complete vijver. En hier is dan de volgende achtbaan. En die heet de... Even kijken, de Skyfly. Die klinkt vet. Ik ben ook benieuwd wat voor achtbaan het wordt. Ik zal er maar even in gaan zitten. Skyfly. Ik denk dat we gelanceerd worden. Ik weet ook niet wanneer we vertrekken, want die poortjes gaan... Oh, die gaan nu pas open. Oké, ik ben precies op tijd. Ik ben dan niet via de ingang gegaan, maar eigenlijk stiekem gewoon via de uitgang. Ik heb een beetje een VIP plaatsje gekregen nu. Gaan met 101 kilometer omhoog. En met een barrel roll gaan we dan dadelijk weer naar beneden. En dan volgens mij is het een achtbaan die dan onder elkaar is gebouwd. Of iemand laagjes elke keer erboven. Oh vet, kijk nou joh. Over de daken heen, heel mooi gedaan. Zag er goed gedecoreerd uit ook. En dan gaan we hier langs het station. En krijgen we dan nog een tweede rondje. We krijgen een tweede rondje. Dat is vet. Oké. Ja, misschien had je wel het idee dat je dan zeg maar naar boven gaat. En dan langzamer, dat hij een klein beetje het station afremt. Dan gaat hij weer terug en dan weer als een schommel gaat hij weer terug naar het station eigenlijk. Maar dat is dus niet het geval. Ik denk dat het nu wel gaat gebeuren. Kijk, ja, we krijgen al wat remmen. En oké, nog een rondje. Het zijn 3 rondjes, wel veel rode G-krachten. Waarschijnlijk door de snelheid, maar je moet hem natuurlijk wel helemaal boven krijgen. Dus logisch ook. Kijk dan, prachtig die omgeving. Bergen gemaakt met allemaal bomen erop. Gaan weer over de daken heen. Ik voel me net een beetje Zwarte Piet. Oh ja, dat is racistisch, hè? Dat mag niet. En dan gaan we hier door het station. En worden we nu afgeremd? Ja, kijk eens. Netjes. Oh, en we gaan een klein stukje naar voren. Maar ook weer netjes naar achteren. Ik voel me net een beetje Sinterklaas. Laten we het daarop houden. Dat is wat beter gezegd dan. Hè, dan hebben we geen gezeik in de comments dadelijk. Van hele discussies weer. Weet je wel, we zijn er net vanaf. Sinterklaas weer naar Spanje. En je snapt wat ik bedoel. We gaan hier naar de volgende coaster. En dit is de GeForce Coaster. Hij heeft niet echt originele namen. Ja, maar anders kom je met namen als de pepernoot. Jongens, hou eens op over Sinterklaas. Of je krijgt jutezak. Of snoepgoed. Hè? Of marsepein. Marsepein is gewoon algemeen. Marsepein de rijt. Zo noemen we hem dan maar gewoon. Maar dit wordt de GeForce Coaster. Er zitten allemaal mensen in. Hoe kan ik nou instappen? Er zitten allemaal testpoppen in. Instappen maar! Zo, hij was niet lekker. Die R was niet lekker. Wacht even. Instappen maar! Die was beter. Hij moet echt rollen, hè? Als hij niet rolt, dan is het gewoon een no-go. Maar ja, dan gaat hij al uit je strot. Dan zeg je al de maar. En dan kan je hem niet meer afremmen, weet je wel. Ik kan niet terugspoelen wat je zegt. Ik ga er niet over zeuren. We gaan gewoon genieten van de GeForce Coaster. En hoppakee, ik hoef hem eigenlijk helemaal niet vooruit te spoelen. Want we gaan al lekker met een mooi tempootje naar deze snelheidsduivel. En als ik hem al zo zie, dan gok ik dat we een kilometer of 106 gaan. Ja, en waarom dan die 6? Dat is gewoon een gokje. Ik gok het altijd. We gaan wel hoog, hè? Moet je kijken. Fantastisch. Kunnen we even kijken over het hele park. En dan ga ik ook even kijken of we alle achtbanen nu hebben gedaan. Want nee, ik zie een gele achtbaan in de verte en nog een blauwe achtbaan. Ja, want ik dacht al, hij heeft 9 achtbanen gebouwd. We kunnen niet nu... We zijn net begonnen in de aflevering. Kunnen we niet al klaar zijn met alles. Zelfs in die telefoonpaal heeft hij daar neergezet. Gaan we naar beneden met een kilometer of 126. Precies een verschil van 20 kilometer. Dat is wel toevallig. Maar ik heb het helaas niet goed gegokt. Kijk eens even jongens. Wat een snelheidsduivel hebben we hier dan. Goed dat hij erbij zit, zo'n achtbaantje. We hebben hier een bochie. Gaat lekker. Nog steeds met 60, 70, 80 kilometer dat we halen.
En dat blijven we ook gewoon aanhouden, die snelheid. Over het pad heen, heel tof om dat zo te zien. Het park is zeker mooi aangekleed. Nog steeds mijn zware complimenten over dit park van Marco's Park. Alleen de volgende keer mag je wel iets originele namen bedenken. Het hoeft natuurlijk niet, het mag altijd. Maar dit is de GeForce. Nou, GeForce Coaster kan in principe wel. Ik bedoel, GeForce is natuurlijk wel een naam. En GeForce staat toch ergens in een pretpark waarvan ik de naam niet weet. Maar het zegt me wel iets. Is dat niet de achtbaan van die hamstertjes of zo? Of is dat, heeft dat, heet dat geen GeForce? Ik weet het niet. Iets van Disney, is er een film met hamsters of zo, geloof ik. Ik weet het niet. We gaan nog steeds op en neer bij deze baan. En dan komen we hier aan bij het einde. Nou, dit was een tof coastertje. Ik kon er eigenlijk weinig over zeggen. Gewoon een hele toffe baan. En goed dat hij lekker snel ging, toch? Gaan we hier... Oh, huh? Oké, dit is een heel dun pad langs het water. En komen we langs een Nee, dus is het een Enterprise? Nee, dit is geen Enterprise. Dit is de GeForce Coaster ook. Nee, het staat er beneden. De Paratrooper. Oké, ik had het helemaal niet gezien van tevoren, joh. De Paratrooper staat links onderin. Ik denk elke keer dat Current Coaster. Maar het is natuurlijk officieel geen achtbaan. Dus ook logisch dat het er niet in vermeld staat. Gaan we hier onderdoor. En dan komen we aan bij eigenlijk het laatste gedeelte van het park, Marco's Park. En ik zie hier een soort van Lost Gravity. En het zal me niks verbazen, want hij heeft natuurlijk achtbanen nagemaakt of geïnspireerd op bekende achtbanen. Dus dan zal dit inderdaad wel de Lost Gravity zijn. Maar het heet de Gerslauer, want hij doet niet echt aan namen. En dan gaan we genieten van deze rit in de, ja, ik noem het maar gewoon de Lost Gravity. Of hij had zoiets van, Vincent, ga maar alle namen raden. Of voor de kijkers, ga het maar raden. En dan zet ik expres ook niet de namen erbij. Dat kan natuurlijk ook. Ik moet nog steeds in deze achtbaan. Ik zeg het elke keer als ik zo'n Lost Gravity achtbaan ga doen. Ik zeg het continu, ik moet hem nog doen. En het komt er niet van. Ja, ik heb natuurlijk ook gewoon werk. En ik maak YouTube video's en niet dagelijks in prepparken. Eigenlijk is het meer maandelijks dat ik dat doe. Maar er komen natuurlijk wel hele toffe parken aan. En ik ga vooral parken doen die ik nog niet heb gedaan. Dus verwacht nou niet dat ik nog een keer naar Duinrail ga. En nog een keer naar Toverland. En nog, ja, natuurlijk ga ik daar nog een keer heen. Maar dan wordt het geen pretpark vlog, maar gewoon een tussendoor video. Dat is natuurlijk ook heel tof. Maar de pretpark vlogs, ja, die wil ik eigenlijk... Alle vlogs die je ziet, moeten niet dubbel worden. Extreme Rides, een goede vriend van me, Ruben. Die doet natuurlijk wel gewoon elk jaar een ander of hetzelfde park. Althans, als hij gewoon de kans krijgt, dan pakt hij gewoon elke keer alle pretparken in de buurt. Van Nederland sowieso. Maar ik wil eigenlijk iets anders gaan doen. En daarmee wil ik dan een soort van anders zijn dan Ruben. Dat is dan dat ik gewoon eenmalig een park ga doen. Dat wordt gewoon een eenmalige video. En dat wordt dan officieel een pretpark vlog. En als ik die heb gedaan, dan kan ik een soort van vinkje bij dat pretpark doen. Van vink, klaar. En dan kunnen we alsnog wel een keer een video extra opnemen, maar dan wordt er gewoon een extra pretpark vlogje eigenlijk. Dus niet een officiële pretpark vlog. Ja, zo wil ik het een beetje aanpakken. Maar daar hoort natuurlijk, Walibi heb ik nog niet gedaan en Walibi België wil ik ook heel graag doen. Want het is echt een park die ik eigenlijk nog nooit heb bezocht. En daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik ga trouwens de verkeerde kant op. Ik moet richting hier. En dan kan ik even kijken, we kunnen alle kanten op. Kijk dan joh, heeft hij een soort Main Streetje van gemaakt. Het is echt super tof hoe iemand zo creatief kan zijn om dit allemaal te maken. En dan gaan we hier naar de volgende achtbaan. Dat is een soort boemerang achtbaan. En deze heet de Krokodil Coaster. En waarom? Ik denk dat hij een beetje de kleurtjes van de krokodil heeft gebruikt. Rijden maar! We gaan hier naar achter en dan worden we daar losgelaten. En dan volgen wij een traject. En dat traject komt dan uit op weer zo'n soort optakeling. Kijk maar, daar zit hij naast ons. En dan worden we eigenlijk op dezelfde manier als we nu worden, worden we eigenlijk opgetakeld en weer losgelaten. En dan komen we terug bij het station. We gaan met bijna 60 kilometer door het station heen. En we genieten hier van een aantal bochtjes. Die achtbanen zijn nooit echt heel lang. En want je doet het eigenlijk dubbel. Hè? Je moet eigenlijk deze achtbaan zien als de helft. En dan ga je eigenlijk, de andere helft is dan dat je terug gaat, achteruit. Kijk, met wieletjes gaan we naar boven. En dan hoppakee, worden we losgelaten en gaan we weer lekker naar achteren. En halen we dan ook weer de 60 kilometer. We gaan het zien. Ik denk het niet. We gaan ook voor mijn gevoel een stuk slomen. Oh ja, nu komt de snelheid er wel wat meer in. Hoppakee. En dan komen we aan bij het station. Een leuk baantje tussendoor. Stond een beetje verscholen achterin. Maar daardoor gaan we natuurlijk wel gewoon bestrijden. We gaan nu
dames en heren in Marcus Park naar de laatste achtbaan. En het wordt ook langzaam donker in het park. En dan gaan de lichtjes branden en dan gaat de FPS nog lager worden. Dus het is allemaal goed. Nee hoor, dat maakt allemaal niet uit. We zitten in Redwater. En ik ben weer erg benieuwd. We beginnen in een tunnel. En zal het een lanceerachtbaan zijn? Daar moeten we even... Ja, ik denk het wel. Want ik zie... Nou, ja, dit is echt zo'n beginstuk voor een lanceerachtbaan. Ik weet niet waarom. Het is ook pikken donker. Ik zie dat we eigenlijk allemaal bochtjes maken hier. En ja, het kan ook verrassend zijn dat we in één keer een soort van deurtje open gaat. En dat we ineens een optakeling krijgen. Maar als ik het zo zie, dan verwacht ik wel dat we gelanceerd worden met zo'n 80, 90 km per uur. Gok ik eventjes. En dan hoop ik dat die deurtjes open gaan. Want anders hebben wij een heel groot, zwaar probleem. Ja, daar gaan we. Wow! We gaan met 112 km door de andere tunnel heen. Wat een lekker baantje. Kijken we zo uit op de parkeerplaats waar we eigenlijk in de vorige aflevering begonnen met het park. En dan kan ik dit ook een beetje aanschouwen als een snelheidsduiveltje. En met licht aan ziet het park eigenlijk nog mooier uit. Dus het is gewoon weer lekker puur genieten in deze coaster. Kijk eens wat een mooi uitzicht. Fantastisch. We staan ook even stil met geblokkeerde remmen. Nou, en dadelijk hebben wij het laatste gedeelte van de baan. Ik ben benieuwd hoe lang wij stilstaan. We kunnen even om ons heen kijken. Dames en heren, welkom op deze monorail. Aan de linkerkant kunt u genieten van een lege parkeerplaats. En dit keer geen testpoppen. Waarom zijn die er allemaal uitgevallen? Of is dit gewoon expres zo gedaan dat we dit keer gewoon geen testpoppen hebben? Ik weet ook... Oh, we gaan weer verder. Gelukkig. We stonden wel heel lang stil. Maar we genieten... Wow, kijk die berg ook. Heel tof gedaan met allemaal plantjes erop. Heel mooi aangekleed. Nu krijgen we hopelijk ook wat scherpere bochtjes. Want die hadden we in het begin wat minder. Gaan we hier naar beneden. Lekkere daling langs die rotsen. Hoppakee. Lekkere inversies erin verwerkt. Heel mooi. Zie de maan schijnt door de bomen. We gaan het niet weer over Sinterklaas hebben. Ik verbied het. En dan gaan we hier weer over de kop. Lekker hoor, dames en heren. Lekker, lekker. Ook weer een lange baan, maar een mooie afsluiter voor dit park. En we hebben nog tijd om nog een coaster hierna te doen. Dus we pakken dadelijk gewoon nog een volgende mailtje erachteraan. Die plakken we er gewoon erachteraan. Dit was Marco's Park. Ik wil nog wel eventjes uitzoomen. Want ik heb het gevoel dat we gewoon... Hebben wij alle achtbanen gedaan? Even kijken. Dit was de blauwe. We hebben de gele daar. Even kijken. Wat nog meer Lost Gravity hebben we gedaan. Daarachter natuurlijk de Taron. De witte coaster begonnen we mee. Daar nog wat achtbaantjes. Ja, dit was een heel mooi project. We gaan door met... Wow! Iemand deed het licht aan. Volgende mail. Hoi Vincent. Hallo Dave. Ik heb iets nieuws geprobeerd met de supports van mijn achtbaan en ik wilde vragen of jij nog wat tips had. De layout is erg simpel en ik heb geen teaming gebruikt. Het gaat puur om de supports. Nou ben ik geen supportscanner. Ik wil je wel supporten door te zeggen of het een toffe baan is of niet. Hé, dat is een leuke woordgrap. Maar, of eigenlijk, het is eigenlijk een tweede betekenis, hè? In principe een ondersteuning. Ja, nee, een support. Ja, een support van ondersteuning van... Ik ga je helpen om te zeggen of het een toffe baan is. Of support dat we hebben over ondersteuningen van een achtbaan, hè? Nou, ik ben benieuwd. Ik vind het wel een hele compacte layout. En de ondersteuning ziet inderdaad heel tof uit. Ja, het is eigenlijk een beetje een kunstwerk geworden. Zo vind ik het altijd. Als ik zo van van die palen allemaal in elkaar ziet, dan lijkt het een beetje op een kunstwerk. Nou, het gaat allemaal goed. Een beetje een simpele layout, zegt hij dan. Ik vind het op zich een heel tof layoutje. Ik vind hem echt heel tof gedaan. En de ondersteuning is ook weer iets nieuws. Kijk eens, lekker airtime. Heerlijk gedaan dit. Dit wordt wel even mijn favorietje. Ook al hebben we geen teaming toegevoegd. Het gaat gewoon puur om de achtbaan en de supports. En daarom vind ik deze coaster zeker weten de winnaar van deze aflevering. Gewoon puur omdat je dingen uitprobeert. En je hebt het ook gewoon goed gedaan. Moet je kijken jongens, wat een baan. Ik vind hem zeker weten echt heel mooi. Ja, het is even wennen, want zo zien we niet alle achtbanen. Maar ja, qua ondersteuning is die heel stabiel en dit was echt een heel mooi baantje. Dit is gewoon terecht een winnaar. Ik vond het allemaal leuke projecten. Laat vooral een duimpje achter en de volgende keer gaan we verder met No Limits 2. Gaan we de achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Tot later. Doei doei.